Ruben Beukers, ik ben blij dat je vandaag je haar wel hebt gedaan. Zelf de vorige keer niet dan? Ik vond het... Nee, maar het maakte zo'n nonchalante indruk. Ja, dat is mijn nieuwe leefstijl, hè? Nonchalant. Nou, dat is goed. Dat is voor de rest prima. Laten we het lekker over voetbal gaan hebben. Wat een lekker begin, hè? Sterke opening, niet? Ja, mooi bruggetje natuurlijk. Mooi bruggetje naar het weekend. Ja. Wat? Waar ben jij geweest? FC Lisse. Tijdje geleden, denk ik, hè? Zo, ja, dat was echt een tijdje geleden. Ik kwam ook binnen en zeiden van, weet je nog waar je heen moet als je door de deur loopt? Zeg, nou ja, net aan, ongeveer. Nee, dat was wel leuk. Mooie goals te zien. Gewoon een sprankelend FC Lisse, eigenlijk. Was niks op aan te merken, dus prima. Blijft zo gek, hè? De FC Lisse. Jonge ploeg, dus ja, je kan er een hele analyse op loslaten. Maar het is gewoon, ze hebben een jonge ploeg. Als het draait, als Siali draait, als Ayoub Ait Afkir draait. Moeilijke naam, blijf ik wel vinden. Top. Briljante goal zou ik overigens. Ja, alleen maar mooie goals. En de een nog mooier dan de ander. Vooral de laatste, echt een team goal. En Robert Trijp zei ook na afloop van ja. Hij zei, dit is volgens mij de eerste keer dit seizoen dat ik echt gewoon... Genoten, hè? Ja, gewoon geen aanmerkingen of iets heb op, op het team. Dus nou, ook alleen maar leuk voor hem. Want ik blijf dat toch zeggen. Als je dan die basisopstelling van zo'n VVOG ziet. Waar gewoon een Mike Arends voetbalt. Ja, Hero Meulens, volgens mij ook. Ex-prof bij Rode JC in Volendam. Leite Parissa speelt er geloof ik ook, die bij GVVV heeft gevoetbald. Ja, nou, die raakt allemaal geen knikker. Het gekke is, tegen Noordwijk was dat precies hetzelfde. VVOG? Ja. Oh, ja, okay. Verloren ze met 6-1. Dat was de beste wedstrijd die ik dit seizoen gezien heb. Dat Noordwijk van toen, Noordwijk of in het algemeen? Nee, ja, in het algemeen. Okay. Echt in het algemeen. Noordwijk dat overklaste VVOG volledig op dat moment. En nu dus ook weer Lisse, weer bij VVOG. Ja, ze hoeven niet meer terug te komen naar Bolstreek. Nee. Toch? Nee. Overigens, want we hebben het dan toch over VVOG. Dovo ligt er niet heel ver. Nou, Veenendaal, Harderwijk. Bruggetje dit hoor. Dit is wel een durfbruggetje weer. Het is nog wel aardig, aardig stukje overigens ook, als ik dat zo bedenk. Het is gewoon naar beneden rijden. Ook knap hoor. 3-0-8 en 3-3. Ja, ik was bij Lisse, hebben ze tegenwoordig zo'n scorebord met, staan er af en toe tussenstanden op en gifs, fantastisch. Ja, van de spelers? Ja. Nou, lach. Maar dan is het meer van dat ze zich omdraaien en dan naar voren lopen, zo'n blok uit. Niet heel bijzonder. Alhoewel, gewoon tof dat ze het hebben, daar niet van. We hadden het over, Dovo SJC. Ja. 3-0-3-3. Ja. Een dart toernooitje lag daar aan de wieg, hè, van de comeback. Want ik wist niet, Sjaak Polak, die kan dus blijkbaar, dat vertelde hij aan de telefoon, kan hij nog best een pijltje gooien. Ja, maar die is prof geweest. Dus in heel veel profclubs hebben zo'n dartboard staan. Die heeft gewoon lekker zitten oefenen. Gewoon 6 dagen in de week, vroeger altijd staan. En bij Twente en bij ADO heeft hij zijn... Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Heel veel profs zijn goed in darten daarom. Ik ben daar komende zaterdag, we hebben al de wedstrijd een beetje verdeeld. Als het goed is, ga ik daar zaterdag naartoe. Ik zal het hem eens vragen of hij inderdaad een... Ik ga even pijltjes gooien met even pijltjes. Ah, bij deze, Sjaak, ik nodig je uit, want ik kan er zelf helemaal niet zo heel veel van. Maar ik zou het wel leuk vinden om een lekje tegen Sjaak Polak. Maar ze hebben bij Dovo niet opgelet, hè, afgelopen week. Want? Nou ja, Sjaak heeft gewoon zijn hele wedstrijdbespreking online gezet. Toch? Die Insta. Ja. Ik weet dat Sjaak kijkt en Sjaak, sorry, afgelopen vrijdag 5 dingen voor langs de lijn, zoals hij niet bedoeld. Ik vind het oprecht, vind ik het klasse dat Sjaak dit doet. Ik vind het ook leuk. Ik vind het onwijs leuk om te zien namelijk. Het is gewoon een trainer die meegaat in de tijd. Ja. Ik vind het verfrissend. Ja. Oprecht, ga zo door. Want eerder vandaag, op deze maandag... Met El Gerro Elia. Ja. Heb ik ook nog even een stukje zitten kijken? Ja, ik heb ook een stukje zitten kijken. Ik vind het leuk om te zien. En helemaal niet negatief bedoeld. Ik vind het gewoon echt leuk om te zien. Dus een keer een kijkje achter de schermen. Ik vind dat prima. Ik vind het ook leuk. En dus, bij Dovo heb ik niet opgelet. Ze hebben niet opgelet. Nee, maar hij heeft niet veel verklapt. Hè? Hij heeft natuurlijk wel laten zien van ik ben met mijn voorbereiding bezig. Ja. Ging ook een beetje op mensen in. Ik moest wel lachen. David Verwij, die kwam ook af en toe langs. Ja, Jeroen Dedel heb ik ook gezien. Jeroen Dedel, inderdaad. Ja. Al die gasten die daar ook gevoetbald hebben. Dat was op een gegeven moment ook wel gewoon lachen om daarna te kijken. Ja. Maar nee, leuk. Echt oprecht leuke... Nu durf ik een brugje aan. Je zegt lachen om naar te kijken. Was dat ook afgelopen zaterdag zo op Nieuws Uit? Och, jeetje, dit is de aflevering van de fantastische bruggetjes. Forceert ook. Absoluut niet leuk om naar te kijken. Nee, het was echt, weet je, er hing gewoon weer een bepaalde chagrijn over heel Nieuw-Zuid heen. Het regende. Van, het gaat weer niet lukken. Het regende ook. Het regende ook. Nee, maar het was plichtmatig, zo zag het eruit. Ja. Je zag maar bij 2 voetballers, en het gekke ook, zij hebben daar ook zo'n scorebord, net zoals bij Lisse. En daar zag je op een gegeven moment dus ook... Noordwijk, Stedoco, 0-1. Mooi goal trouwens, maar dat van Stedoco. Maar die heb ik niet gezien. Mooi goal. Daar zag je dus 0-1, zag je daar staan. En toen hoorde je eigenlijk op de tribune al een beetje, 0-1, dat is lekker. Toen stond het daar nog 0-0. Kans op in te lopen, inderdaad.
En dan ga je de Bietenbrug op tegen overigens Jong Groningen. Is echt niet, technisch gezien, echt geen verkeerde ploeg. Spits uit Denemarken. Die spits uit Denemarken, ja, Nick Pol was dat inderdaad. Maar eigenlijk zag je bij twee voetballers zag je nog het idee van, we moeten er gewoon met z'n allen opklappen. Jesse van Nieuwkerk, eigenlijk standaard zo'n beetje. En Mohamed Mahmoud, zo zeg ik het volgens mij goed. Ja, hij kwam er niet helemaal lekker uit, maar volgens mij zag ik, aan die twee spelers zag je echt, serieus. Maar dat is een type spel, hè? Dat is ook wel een die moeten het hebben van werken en niet lullig bedoeld. Het zijn niet de meest stylistische Het is inderdaad een type spel, maar je kan... Het gekke is eigenlijk, de twee grootste kansen die Quick Boys in de allereerste helft kreeg, waren ook twee momenten waarop ze de bal af wisten te snoepen op de helft van Jong Groningen van die verdedigers. Dus dat je gelijk omschakelt en een grote kans kreeg. Op die manier kreeg Tejan een hele grote kans. Ja. Die had de bal overigens af moeten leggen, want Kaars stond naast hem. En Kaars stond er misschien nog wel beter voor. En Jesse van Nieuwkerk. Ook precies op dezelfde manier. Maar goed, die overigens juist weer zelf had moeten schieten, maar de bal wilde afleggen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat we wel kunnen... Althans, ik ben wel zover om te zeggen dat Quick Boys is afgehaakt voor de titel. Nou, Natuurlijk, DVS Noordwijk krijgen we komende zaterdag. En Noordwijk moet nog naar de Hoek. En Quick Boys moet nog naar... wat is het? Of die krijgen nog Noordwijk. Dat is eigenlijk nog een enige echte moeilijke wedstrijd. Volgens mij krijgen ze ook Het is wel... Noordwijk moet nog uit naar Hoek. Oh, en... Noordwijk moet nog uit naar DVS. Kijk... Noordwijk moet nog uit... Ja? Naar Quick Boys. Mag het, hè? Quick Boys moet bijvoorbeeld wel naar SCC... Naar Lisse. Oh, nou ja, gewoon nog de ploeg hier uit de streek. De derbies. Dus op zich, het spijt me wel. Maar ik heb gewoon het idee dat er een herhaling van zetten is bij Quick Boys. Nou, dat begint het wel langzaam op te lijken. Nou, heel treurig, maar het wel. Ja. Ik kan geen andere conclusie trekken. Nee, het enige... wordt ook gezellig trouwens bij RTV Katwijk vanavond. Want ik mag weer eens deelnemen. En van de vijf ploegen heeft er eentje gelijk gespeeld. Dat is echt een boys. Ja. Even kort nog, want voordat we alweer richting die 10 minuten aantikken en we zitten de laatste tijd, gaan we er flink overheen. Ja, moeten we niet meer doen. En we hadden van tevoren al gezegd, hier en hier en hier en hier gaan we erover hebben. Nou, we moeten er nog een aantal. Korter. Mand. Nee, twee namen die in het Katwijkse spelen. En het zou kunnen dat ik boze technische managers vanavond allemaal WhatsAppjes van krijg van wat lul je en dat is nog helemaal niet rond of er zijn we helemaal niet mee bezig. Moeten de mensen thuis nu gaan zitten? Er gaan twee namen rond. Eén bij Katwijk en één bij Quick Boys. Oh. En ik wil wel delen met de mensen om wie dit gaat. Ga je dat echt doen? Ja, maar daar is het 1-2'tje toch voor? Het podium is voor jou, zou ik zeggen. Ik ga het doen. Zoom even lekker op jezelf in. Doe je even mijn haar zetten. Nee, maar het zijn namen die rondgaan, hè? Dus dit is speculeren. Ze zijn niet rond. Ze zijn nog niet rond. Oké. Okay. Nee, maar dit zijn namen die rondgaan. Nou ja, je bent nu al een half minuut om aan het praten. Ga nou. Quick Boys? Ja. Jeroen Tesselaar. Wie is Jeroen Tesselaar? Dat kan ik me voorstellen. Toen ik die naam hoorde, zei Tesselaar die speelt toch bij Katwijk. Maar dit is een andere. Jeroen Tesselaar heeft gevoetbald bij Telstar onder andere. Komt nu, heeft nu gevoetbald in... wat is het? Ja, nee, dat in Israël voetbalt hij nu. Maar daar is hij geloof ik klaar met die club. Zoiets heb ik op Voetbalzone gelezen. Kan dit? Dat zou goed kunnen. Maar het is in ieder geval een jongen die woont in Noord-Holland. Heeft bij Telstar dus gevoetbald. Volgens mij Volendam, maar dat weet ik niet 100% zeker. En het schijnt dat hij in gesprek is dus met Quick Boys. Kijk, dat RTV Noord-Holland verhaal, dat levert je wel wat op, hè? Dit, niet financieel, daar wil ik niet over hebben. Maar komt dit ook uit die hoek? Mijn bronnen doe ik geen uitspraak over. Goed, nummer 2. En de tweede... dat is een oud Quick Boys man, Reda Kartjoes, of Kartjoes, ja. Die schijnt dus weer op de radar te staan voor Katwijk. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Zou ik een gedurfde aanwinst vinden? Nou ja, goed, het scheen eerder dat Tommy Bekooi, waar we het ook nog even kort over gaan hebben... Die is afgehaakt, hè, bij Katwijk. Ja, dus daarom zou Reda Kartjoes weer mij, zeg maar, niet zoveel... Dan snap ik dat. Zou ik dat niet gek vinden, nee, zeg maar. Nee. Of, ik weet niet of dat volledig is afgehaakt bij Katwijk, maar het schijnt dat ze wel een keer contact met elkaar hebben gehad. Ja, maar welke positie? Waar moet hij gaan voetballen? Reda? Ja, maar hij is bij Quick Boys buitenspeler geweest. Is volgens mij bij OFC meer een spits. Ik denk dat het gewoon inderdaad als... kijk, ze hebben bijvoorbeeld Kilian Berkhout zijn ze nu kwijt. Ja. Daar heb je nou een hele jonge jongen staan. Dus ik denk dat hij voor de vleugels, denk ik in ieder geval voor de concurrentie, zeker goed is om er een randje bij te hebben. Waar gaat Bekooi heen?
dan? Want hij is afgehaakt. Ik heb trouwens geen wekker gezet, zie ik. Maar waar gaat Bocoy heen? Ik gok Rijnsburgse Boys. Ik ook. Ook omdat bijvoorbeeld Wilfred van Leeuwen daar zit. Ze hebben wel diezelfde rust. Ja. En die maakt een onwijs goede indruk. Ja, dat is waar. Ja, succes Tommy. Ja, weet jij hoe lang hij getekend heeft eigenlijk, diezelfde rust? Zo'n half seizoen of een heel seizoen? Ik dacht anderhalf seizoen. Ah, ja, precies. Dacht ik. Ja. En goed, ze hebben ook nog Donny van Ooyen als die fit wordt. Ja, ook dat nog. Die Jongenelen, die hebben ze nog meer op de flanken. Maar ja. Tony Bocoy heeft zelf gezegd, het wordt een club uit de regio. Dat zijn wel degenen die interesse in mij hebben gedaan. Goed, we gaan het zien. En dan denk ik niet dat het FC Rijnvogels gaat worden. Zou ik een gedurfd kunnen. Zou ik een Kagia, dat zou ik ook wel mooi vinden. Of Van Nispen. Jij met je Kagia, wat heb jij tegen... Ik heb niks... Nee. Ik moet altijd zo... Tweede klasse komt eraan. Nee, maar ik moet altijd zo om jou lachen. Omdat jij natuurlijk een Lissabroeker bent. Ja. Dat vind ik wel heel mooi ook overigens. En Kagia, jullie moeten trots zijn op deze jongen. Want ik denk dat elke vergadering die we maandag hebben... Ik zet ze wel op de kaart. Dat Kagia wel over de tong rolt. Ik hoop wel dat ik... Nou, ik ben geen lid meer van de club. Ik kan ook niet meer in aanmerking komen voor lid van het jaar. Zonde. Komt er deze week nog nieuws vanuit Lissabroek, denk je? Ja. Oké. Meer zeg ik. Ik ben benieuwd. Ja, okay, ja, goed. Lees jullie allemaal op de site. Leuke dit. Ja, lekker onder druk gezet. Hey, maar heb jij nog meer om... Ik denk, dan ga er maar even snel overheen praten. Ja, doe dat. Ja. Zeg het eens. Nee, zijn er nog meer dingen die we besproken moeten hebben? Ik denk twee dingen. Ik denk het ook wel, ja. Eerste van waar gewoon, vind ik een icoon uit de Bollestreek. Ik heb hem niet... Ik zie hem pas 2 jaar voetballen. Ja. Frank de Groot. Ja, precies. 20 seizoenen lang in de Bollestreek voetbald. Stopte aan het eind van dit seizoen. Zat er natuurlijk een beetje aan te komen. Ja, want ik ken hem juist van Ter Lede. Ja, is natuurlijk... ik zat even te tellen. Hij had volgens mij 7 seizoenen Concordia. 8 seizoenen Ter Lede dan. Nog zelfs speler van het jaar geweest. Daar de topklasse gegaan met Ter Lede. Ja. En nu nog 5 seizoenen Hillegom. Dus jammer dat soort spelers vertrekken. Hetzelfde als Vladimir Jozic. Het zijn gewoon iconen uit de Bollestreek. Daar was de grootheid hoor, bij Ter Lede. Echt een belangrijke pion. Ik vond het grappig. Ik had hem namelijk ook gebeld. Hij zei ook gelijk van... dat was echt ver voor mijn tijd, zeg maar. Ja. Maar Erik Assink vond hij bijvoorbeeld de beste trainer die ik ooit heb gehad. Ja. Nou, dat vind ik dan weer grappig om te horen. Dat soort dingen. Snap ik. En toch een klein brugje. Want, het is de aflevering van de brugjes. Ja. In Sassheim is er een leegloop gaande. Ja, ook wel. Frank, jij bent inwoner van Sassheim. Wat is er aan de hand? Ja, dat is waar, ja. Nou ja, ook pas een maakt me niet uit. Een jaartje. Interesseert me. Wat is daar aan de hand? Nou ja, in zoverre dat ik het weet. Ik heb dan natuurlijk alleen Toon Zwetsloot heb ik gesproken. Die is het gewoon niet eens met hoe bepaalde zaken gaan. Hij had het bijvoorbeeld over het trainingskamp. Wat gewoon niet lekker voelde. Ja. Dus dat zij thuis bleven. En ook niet, al gingen ze maar naar Stadskanaal. Of al gingen ze maar naar Kerkrade. Ja. Ze bleven gewoon thuis. Maar ook gewoon andere dingen. Hij is in 2016 met de A1 is hij kampioen geworden. Ja. Als je van dat Mark elftal... Mark Kruis, Joey van den Berg, hij zelf. Gaan allemaal weg. Ja. Melle de Lau, ook bijvoorbeeld een jongen die naar Teilingen is gegaan. Hij zegt, ik zie al die gasten weggaan. En dat is hartstikke zonde. Die hadden allemaal nog in het shirt van Ter Lede moeten of kunnen spelen. En daar is het helemaal niet mee eens. Hij zegt wel, we hebben net een nieuwe voorzitter van Stichting Topvoetbal in Sassheim. Dat is Ed Zuidhoek. Hij zegt, voor hem vind ik het steun. Ik bedoel, we zitten pas 4 weken. Ja. En die ziet nou, want Rob Sandbergen gaat daar natuurlijk ook weg. Joey van den Berg gaat weg. Steven Kruijvanger, nou hij ook. Ja, weet je, hij zegt, voor hem vind ik het niet leuk om te zien. Aan de andere kant hebben ze natuurlijk wel nog Mike Boulay blijft. Michael Bekkers blijft. Jan van Otterlo, Robert Stemers. Ja, dus... Nou, wel terug natuurlijk. Maar ik ben heel erg... laten we speculeren. Waar gaat onze toonswedstrijd heen? Nou, ook dat is dan wel weer leuk. Weet je wie er afgelopen zaterdag op de tribune zat? Bij Ter Lede tegen FC Rijnvogels. Ja, ik moet het... Het komt nu wel heel geforceerd over. Nou. Erik Meijers. Is het Erik Meijers? Ja, het is Erik Meijers. Ja. Nee, inderdaad. Want ik begon hem al een beetje te wiebelen. Zo van, heel irritant wat je nu aan het doen bent. Ja, nee, maar stilstaan. Ja, maar dat gaat over de mooie carnavalskraker die hij heeft. Die heb ik nog niet gehoord. Ik ook niet. Nee. Maar in ieder geval, die zat daar. Een verslaggever van ons is ook naar hem toegegaan. Gevraagd, waarom ben jij hier? Waarop Erik Meijers zei, ik ben hier om naar 22 goede voetballers te kijken. Een schitterend diplomatiek antwoord. Ja, prima toch?
14 minuten, we zijn er weer zwaar overheen. En maar volgens mij hebben... je kapt een beetje de speculant, dat is tot slot hoor, maar ja. Waar gaat hij nou heen? Ik denk VSB niet. Die hebben Goeman, die hebben De Rijk, die hebben Van Nieuw. Nou oké, Teuns gaat weg. Ja, nou, ik, ja, weet je, VVSB... Wel dat soort clubs, dus het zal, denk ik, VVSB, SJC, Lisse of Noordwijk worden, denk ik. Lisse wordt het denk ik niet. Nee, omdat hij gewoon zelf gezegd heeft van, daar ga ik denk ik niet naartoe. Nee. Dan ga je eerder denken aan bijvoorbeeld van Noordwijk. Maar ja, hij heeft Thomas Reinaert daar natuurlijk hebben. Met elkaar op zich, Thomas kan ook een stukje weer naar voren. Toon kan, wat Thomas doet, kan Toon ook. Ja. Ja, jij hebt hem ooit gebombardeerd tot de nieuwe Robert Suzanne, ja. Hè? Dus, ja, en dan denk ik ook... SJC zou ook kunnen, maar dan hebben ze bijvoorbeeld een Tom Broekhuizen die op die positie dat ook zou kunnen. Dus het wordt voor Toon nog niet heel makkelijk om de juiste keuze te maken. Maar is hij niet ook goed genoeg om naar de top van onze bolstreek te gaan? Wat ik hem zou aanraden, in opleiding... Toon, je moet het vooral echt van mij aannemen. Ik zou eerst denk ik die stap nemen naar net even, dus een derde divisionist, om daarna misschien toch nog... Ja, wie weet bij een Katwijk, Rijsburg, VVSB terecht te komen. Nee, Toon, ga lekker naar Katwijk. Ga lekker op die 6 positie spelen. Kan een jongman en Suzanne naar voren. Kan Rick van der Meer gewoon naar achteren. Niks aan de hand. Afgetekend. Zullen we hem daarmee afsluiten? Ja. Nou, transfer. Oké. Ik heb de pen bij me, dus ik loop wel even nu naar hem toe. Oké. Ja. Bedankt voor het kijken. We zijn er weer zwaar overheen, over die 10 minuten. Ja, volgende keer kap hem af. Doen we. Kap hem maar af. Dag.